Welkom iedereen. Ik ben Pieter, communicatieverantwoordelijke van Moderator VZ2. En namens al onze medewerkers heet ik jullie van harte welkom op deze afsluitende online, helaas nog steeds online, webinar rond de herstelgerichte dialooggroepen Samenspraak. Een project dat we mede dankzij de steun van de Vlaamse overheid en met vele samenwerkingspartners onlangs tot een mooi einde hebben gebracht. Het volgende uur en een kwartiertje, zullen we kort en krachtig proberen terug te blikken op wat die dialooggroepen eigenlijk precies betekend hebben voor ons als organisatie, maar ook voor alle deelnemers die hebben deelgenomen aan dialooggroepen. Misschien nog even een kleine technische raad. Zet alsjeblieft allemaal jullie camera's en jullie microfoons af. Zo hebben we zeker de beste beeld- en geluidskwaliteit om de webinar te volgen. Mag ik jullie wel vragen, dat is wel fijn om jullie naam en eventueel jullie organisatie bij jullie Zoom-sessie te noteren. Zo hebben we ook zicht op wie er allemaal deelneemt aan de sessie. Goed, voor we zo dadelijk van start gaan, overloop ik nog even heel snel het programma met jullie. We starten met de hoofdbrok, de videomontage, documentaire, die we samen met Wim en Stefan Lee van question.be hebben gemaakt. En waarin we eigenlijk samen met een aantal deelnemers terugblikken op wat het opzet en de betekenis van samenspraak dialooggroepen geweest zijn voor deze deelnemers. We beluisteren een aantal van hen die vertellen over hoe zij daar toe gekomen zijn en wat het voor hen betekend heeft. We hebben ook aan professor Farah Fokkaert gevraagd om een onafhankelijke evaluatie te maken en vanuit haar blik, academische blik, is te kijken wat precies die meerwaarden, maar ook de valkuilen en aandachtspunten zijn van deze methodiek die we ontwikkeld hebben. Na de videomontage, die ongeveer een 35 à 40 minuten zal duren, is er ook nog de ruimte om een nagesprek te doen. Maar voor we met dat nagesprek starten, zullen we via het scherm een QR-code aan jullie tonen. Op die manier proberen we er toch een iets interactiever geheel van te maken. Een QR-code die je met je smartphone kan scannen. Dus hou hem misschien toch maar in de buurt. Er zal één simpele vraag op staan, wat voor jou de essentie was van wat je gezien en gehoord hebt omtrent samenspraak. Je kan dat rustig ingeven via het scherm en aan het einde van de webinar zullen we op die manier een woordwolk kunnen tonen met al jullie input over wat deze sessie en wat samenspraak precies betekend heeft. Goed, na de QR-code komt er dus nog een nagesprek met enkele getuigen en met collega Hilde van Lommel, die als begeleider opgetreden heeft in een van de sessies. Helaas kunnen we er geen heel interactief geheel van maken. We zijn met ondertussen al, denk ik, 200 deelnemers. Hebben we meer dan 300 mensen ingeschreven. Dat zou, denk ik, iets te chaotisch worden om echt interactie te creëren. Maar noteer allemaal, ook al tijdens de film, je vragen in de chatfunctie. Je vindt die in je scherm, chat. Als je daarop klikt, kan je gewoon een vraag noteren. Schrijf erbij voor wie de vraag is. We bundelen alle vragen en we zullen na de sessie, na deze webinar, zeker een Frequently Asked Questions document maken waarin we al die vragen bundelen en beantwoorden. En die krijg je dan ook nog via je mail zeker teruggezonden. Zo, mochten er toch vragen zijn die we erbij kunnen nemen in het gesprek, zullen we dat zeker ook nog proberen, maar die garantie kunnen we niet geven. Voilà, ik hoop dat daarmee alles duidelijk is en kunnen we nu van start gaan. Veel kijk- en luisterplezier en bedankt alvast voor jullie interesse. Moderator Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling VZ2 is een onafhankelijke organisatie die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid en die ondertussen al meer dan 20 jaar mee op de barricade staat om via de bemiddelingsdiensten in Vlaanderen en Brussel proberen zowel nationaal als internationaal het herstelrecht en de herstelrechtelijke benadering voor conflicten, voor strafrechtelijke conflicten, om die meer onder de aandacht te brengen. Eén, door in Vlaanderen en Brussel een kwalitatief bemiddelingsaanbod uit te bouwen. Een bemiddelingsaanbod waarbij slachtoffers, daders, veroorzakers van ongevallen, hun omgeving, de mensen uit hun context, maar ook eventueel andere mensen die betrokken geweest zijn bij een strafbaar feit,
dat zij met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het tweede stuk is dat we proberen het maatschappelijk draagvlak in de bredere samenleving voor herstelrecht een stukje groter te gaan maken. Als je slachtoffer of dader of veroorzaker wordt, dat je overspoeld wordt met van alle vragen, emoties en dat je eigenlijk in een malle molen terechtkomt waarbij je geconfronteerd wordt met verschillende diensten, hulpverlenende diensten, politie, advocatuur, rechtbank, noem maar op. Daar proberen we met moderator VZ2 een antwoord op te bieden. Hè. Proberen we hen te beluisteren, hen te erkennen en mogelijkheden te bieden waarop ze wel met die vragen en die emoties en die noden aan de slag kunnen. Wel contact kunnen leggen met die andere partij. Als moderator VZ2 zoeken we steeds met de mensen zelf naar de meest geschikte methodiek om het gesprek met elkaar aan te gaan. Wat dat we vaststellen in die context van die conflicten en van dat strafrecht en van slachtoffer zijn, van dader zijn, is dat het een heel individueel gegeven is hoe je daarmee omgaat. De laatste methodiek die we met moderator VZ2 en samen met vele andere samenwerkingspartners hebben ontwikkeld, zijn de herstelgerichte dialooggroepen, waarbij slachtoffers, daders en burgers samen het gesprek aangaan over wat herstel kan betekenen. En dat is eigenlijk samenspraak. In dialooggroepen zijn die slachtoffers, die daders, hun context niet betrokken geweest bij dezelfde strafrechtelijke feiten, bij dezelfde misdrijven. Dat is wat anders dan in een bemiddeling waarin een slachtoffer zijn of haar dader ontmoet en ook omgekeerd een dader zijn of haar slachtoffer ontmoet. Dialooggroepen gingen over betrokkenheid bij radicalisme of terrorisme of betrokkenheid bij verkeersongevallen of ook nog betrokkenheid bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. De mensen die samenkwamen, gingen in gesprek op basis van gelijkwaardige deelneming. Een gevoel van veiligheid ook, respectvol met elkaar omgaan. En om daartoe te kunnen komen, werd het allemaal heel goed voorbereid door een duo van begeleiders. Er werd een draaiboek op voorhand gemaakt, maar doorheen de sessies werden die ook aangepast op basis van de dynamiek in de groep en waar de mensen zelf nood aan hadden. Grote thema's die in die groepen aan bod kwamen waren: wat betekent het nu eigenlijk om slachtoffer te zijn, om dader te zijn? Hoe ga je daarmee om? Maar ook verlies, hoe ga je daarmee om? Schuldgevoelens, hoe neem je verantwoordelijkheid op? En hoe werk je toe naar herstel? De formule waarin de meeste groepen hebben gefunctioneerd, dat waren meestal 5 à 6 bijeenkomsten van 2,5 uur, wekelijks, 2 wekelijks. Er was ook een dialooggroep waar men ervoor gekozen heeft om een hele dag samen te komen. En daarna is er beslist om dat nog eens te herhalen. Het komt wel vaker voor dat mensen graag een bemiddeling willen starten, maar dat de andere partij niet geïnteresseerd is of overleden is of dat de dader niet geïdentificeerd is. En dan kunnen dialooggroepen de kans bieden om toch in gesprek te gaan en een stuk erkenning te ontvangen voor slachtoffers ook vanuit daderkant, voor daders ook vanuit slachtofferkant en ook vanwege die burgers. We zien ook dat het voor sommige mensen een te hoge drempel is om al in gesprek te gaan met hun eigen dader of met hun eigen slachtoffer. Maar dat ze wel benieuwd zijn om die andere kant, dat andere perspectief te verkennen. Mijn naam is Farah Fokkaert en ik ben filosoof aan de Universiteit Gent. En ik doe onderzoek rond de filosofie van vrije wil, morele verantwoordelijkheid en bestraffing. Omdat zij ook een onafhankelijke kritische blik wilden van kijk, wat kan samenspraak betekenen voor de deelnemers, voor de bredere maatschappij en dergelijke meer. Er werd mij door samenspraak gevraagd om te kijken naar het herstel bij de deelnemers van de dialooggroepen. Het was een heel emotionele ervaring voor mij om te luisteren naar de verhalen van die mensen. Maar het was ook een extreem hoophevende ervaring, omdat in mijn werk ik kijk naar wat de gevangenis doet met mensen, ik kijk naar hoe weinig aandacht slachtoffers krijgen. En dat is vaak heel deprimerend. En dan krijg je de kans om
te onderzoeken wat een dialooggroep kan doen, hè, wat een project zoals Samenspraak kan doen. En dan krijg je hoop. Dan krijg je hoop dat we in de samenleving toch nog de goede kant zouden kunnen uitgaan wanneer het komt op herstel, mensen de kans geven om een misdaadvrij leven te leiden, om slachtoffers de kans te geven om bepaalde van hun noden in te vullen. En ja, voor mij was dat eigenlijk als persoon om die interviews af te nemen en die analyse te mogen doen van die interviews, was dat enorm hoopgevend en ook herstellend naar mijn mensbeeld. Ik heb een positiever mensbeeld gekregen dankzij Samenspraak. De meeste mensen hebben mij gezegd van kijk, we hebben onze verwachtingen redelijk laag gesteld omdat we niet willen ontgoocheld worden. Maar tegelijkertijd merkte je wel dat er duidelijk bepaalde zaken waren die mensen graag zouden halen uit die gesprekken. En wat er vaak terugkwam bij een slachtoffer bijvoorbeeld, is om te weten wat gaat er om in het hoofd van een dader. Is die daar nog mee bezig? Denkt die nog aan wat hij of zij gedaan heeft? Denkt die daar nog aan wat dat teweeggebracht heeft in mijn leven? En dan zie je dat die noden dat die wel beantwoord zijn. Dat de slachtoffers daar eindelijk een antwoord op konden krijgen. Vooral ook in het geval wanneer slachtoffers met een eigen dader niet kunnen in contact komen. Tegelijkertijd merkte ik ook dat wat daders dan wilden, is wel naar slachtoffers toe hun kant van het verhaal vertellen. Ook, ze wilden ook wel weten wat gaat er om in het hoofd van een slachtoffer. Maar wat frappant was voor mij dan toch, is dat heel veel van de veroorzakers of plegers zeiden van ik wist niet de ernst van mijn daden. En de ernst in termen van de impact die het heeft op het leven van een slachtoffer. En heel veel slachtoffers hebben dan echt ook geduid van kijk, het is niet een momentopname of het is niet 1 of 2 jaar dat je daar gevolgen van hebt. Het is eigenlijk de rest van je leven dat een impact heeft. Hè. En dat horen voor veel plegers en veroorzakers was toch wel belangrijk. Nu, plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben bijvoorbeeld ook gezegd van ik wist niet dat mijn daden zoveel teweeggebracht hebben, zoveel gevolgen hebben voor het leven van die mensen. En die waren daar echt van aangedaan, die waren daar beschaamd over, die voelden zich schuldig. Maar die zeiden ook van het is belangrijk dat wij dat weten. Dus die zeiden van kijk, voor ons eigen proces om te kunnen rehabiliteren, is het belangrijk dat wij weten wat de impact is van onze daden. En dat is echt dankzij Samenspraak dat dat gebeurd is. Dus wil je als dader in staat zijn om niet te hervallen, want zij hebben daar uiteraard schrik voor, dan hebben zij nood aan die dialoog en die gesprekken met een slachtoffer of hun eigen slachtoffer. En als het niet kan met hun eigen slachtoffer, dan is de dialooggroep Samenspraak het perfecte alternatief daarvoor. En, dus ik zou zeggen, ja, er moet veel meer samenspraak zijn, er moet veel meer werking van herstelrecht van moderator zijn in de gevangenissen, buiten de gevangenis. Allee, dat is iets dat we absoluut moeten op inzetten in de toekomst. Ik ben Pieter. Ik zit in de gevangenis voor feiten van seksueel misbruik van minderjarigen. Ik heb via een moderator meer te weten gekomen over herstelgerichte projecten. In de eerste plaats wilde ik geconfronteerd worden met mijn misdaden en ik wilde ook iets van een herstel. Door deel te nemen aan Samenspraak kom je eigenlijk in contact met de impact van jouw daden en op die manier besef je van hoeveel pijn en leed je aan zowel het slachtoffer als de maatschappij hebt aangedaan. En het gevolg daarvan is dat je achteraf een groter besef hebt van de impact van jouw daden. Samenspraak heeft mij geholpen om in de eerste plaats meer erkenning te geven aan slachtoffers. Aan de hand van dit soort projecten kunnen wij die erkenning meer aan slachtoffers geven. Soms zijn er oorzaken die ervoor gezorgd hebben dat ik de daden heb gepleegd die ik heb gepleegd. En wanneer dat in dialoog ter sprake komt, dan begrijpen slachtoffers heel vaak ook de achtergrond van de feiten. Elke sessie was heel moeilijk, maar was vooral heel nuttig. Zowel geconfronteerd worden met mijn eigen misdaden, maar ook het aanhoren van wat de slachtoffers hebben meegemaakt, wat hen is overkomen, daar heb ik een achtervalk in gekregen. Omdat ik heel lang ook mij weggestoken had, omdat ik er niet over kon praten met iemand, was dit voor mij het ideale medium om alles op tafel te gooien, om erover te praten. Dat heeft voor iedereen, zowel slachtoffers, burgers, als ik als dader, zijn nut bewezen. We zijn tot heel veel inzichten gekomen
Er is een enorme vorm van menselijkheid, begrip, empathie ontstaan. Ja, die steun dat je toch wel als mens van elkaar krijgt, dat is onbetaalbaar. Ik ben Ellen, ik ben psycholoog in het forensisch team van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg. En ik begeleid daders in de gevangenis, meestal in groep. En ik heb in het project Samenspraak ook de groepen geleid, samen met iemand van moderator. Voor mij was de groep rond seksueel grensoverschrijdend gedrag een vrij logische keuze, omdat ik eigenlijk al heel lang met die doelgroep van daders werk in de gevangenis. Voorafgaand aan het groepstraject is er individueel een intakegesprek geweest, waarin we echt wel uitgebreid zijn gaan verkennen wat iemand zijn vraag was, zijn motivatie om deel te nemen aan het project. Ook de ondersteuning van de omgeving om dat te kunnen deelnemen. Maar we hadden niet mensen gematcht aan elkaar op basis van wat ze hebben meegemaakt of wat hun feiten zijn. Ik zat wel met bezorgdheden vooraf. Vooral om bezorgdheden over het effect dat het misschien moeilijk of zwaar zou zijn voor daders en slachtoffers. Ik denk dat het niet evident was voor mensen vanuit de verschillende partijen om hier aan mee te doen en zich open te stellen. Maar we hebben wel gezien als begeleider dat mensen dat heel snel gedaan hebben, heel open hun verhaal hebben verteld tegenover elkaar. En daar hebben we eigenlijk met verwondering naar gekeken. Iedereen van de deelnemers stappen heeft kunnen zetten in zijn eigen proces, in zijn proces van herstel en verwerking. Ik heb gezien wat het effect was om die verschillende partijen bij elkaar te zetten en hun verhaal te laten doen en echt naar elkaar te luisteren en ook erkend daarin te worden. En erkend niet alleen door een begeleider, maar ook door iemand van ja, misschien wat we de overkant zouden kunnen noemen, echt van de andere partij. Het heeft mij veel nieuwe inzichten gebracht over hoe bijvoorbeeld slachtoffers kunnen omgaan met het verhaal van daders, maar ook het effect van verhalen op elkaar. Dat veel krachtiger nog is als mensen dat tegen elkaar vertellen dan dat wij als begeleider iets anders inbrengen. En ik ben heel erg ontroerd geweest door de veerkracht van mensen. Naast alle pijn die er geleden is, die ze meegemaakt hebben in alle partijen. En wat het effect van dialoog en van echt praten met elkaar is. De intense gevoelens waar mensen mee zitten gaan niet weg. Ik denk niet dat er schuld of woede weggaan. Of dat die zomaar verdwenen zijn door de sessies. Ik denk wel dat daar iets mee gebeurd is. Dat die misschien uit die verstarring zijn gekomen. Of dat daar misschien meer... Dat daar meer beweging in is gekomen. Dat daar het gevoel dat je daar misschien mee verder kunt. En dat dat niet helemaal moet vast blijven zitten. En Daisy, ik zou mezelf beschrijven als een optimistisch en verbindend persoon. Op jonge leeftijd werd ik geconfronteerd met wat dat ik nu seksueel grensoverschrijdend gedrag noem. Op een moment dat ik mijn grens daarin nog niet kon aangeven. Dat heeft eigenlijk vooral in mijn puberteit zijn impact gekend. Ik heb heel lang geworsteld met de rechtvaardigheid van die gevoelens. Of ik wel mocht voelen wat ik voelde, omdat het was ondertussen zo lang geleden en het had eigenlijk qua feitelijke impact geen impact meer op mijn dagelijks bestaan. Er zijn mensen die zoveel ergere dingen meemaken als wat ik heb meegemaakt. Dus ik heb heel lang met die worsteling gezeten. Een van de eerste keren dat ik het verhaal volledig vertelde, was tegen een psychotherapeut. Toen was ik al een jaar of 25, denk ik. En het is eigenlijk pas sinds dat ik wist wat dat er speelde onder al die gevoelens, dat ik de ruimte kreeg om ook de andere kant van het verhaal te willen horen. En dat ik de ruimte kreeg om te willen begrijpen waarom dat iemand iets doet zoals hetgeen dat hij gedaan heeft. Leek mij een heel verrijkende ervaring te kunnen zijn om te kunnen begrijpen wat er gebeurt aan de andere kant van zo'n verhaal. Waarbij dat ik nog altijd wel met die worsteling zat. Ik heb mij niet aangemeld als slachtoffer, ik heb mij aangemeld als contextfiguur. In het idee van misschien kan ik wel op die manier die antwoorden vinden als burger deelnemen aan zo'n traject. Dan heb ik een gesprek gehad met Hilde en een collega van Hilde. Zij hebben mij daarin heel veel erkenning gegeven door het feit dat ik er wel mocht zijn als slachtoffer. De eerste keer dat we samenkwamen was een heel intense ervaring. En het was ook een heel intense ervaring om met drie verschillende daders geconfronteerd te worden.
Dat maakte het tegelijkertijd ook heel verrijkend. In die zin dat ik de indruk had dat die drie daders op drie verschillende fasen in hun eigen proces zaten. Door dit traject aan te gaan, ik ben heel blij dat ik daar verandering in kon brengen. Dat ik de mensen en de personen kon zien die meer zijn dan alleen hun daden. Uiteraard praat dat geen zins goed wat dat ze gedaan hebben. Maar het heeft mij in die menselijkheid wel de bevestiging gegeven waar ik naar op zoek was. Van iemand doet dit niet uit het niks of zomaar. En dat maakt dat er ook manieren zijn om het te voorkomen. Door de deelname van burgers, door het perspectief dat zij binnenbrengen in de dialooggroepen, krijgen we ook dat beter vertegenwoordigd in onze werking. Ik heb ook gemerkt bij veel deelnemers dat de burger eigenlijk wel een belangrijke rol ingenomen heeft in die dialooggroep. En om eerlijk te zijn, in aanvang toen mij gevraagd werd van moderator om deel te nemen, om een evaluatie te doen van het project, dacht ik van een burger daarbij betrekken? Hoe vreemd. Ik had daar echt mijn twijfels over. Maar tot mijn verbazing was die persoon, als die goed geselecteerd is, dus een bepaalde maturiteit ook heeft en een bepaalde zelf, ja, emotionele bagage, dan is die absolute meerwaarde in die dialooggroep. Soms ook om een andere nuance te geven, soms ook om ja, meer de brug te leggen tussen pleger en slachtoffer. Maar ook gewoon, wat dan heel belangrijk was voor bijvoorbeeld plegers en veroorzakers, is de rol van de burger in als de stem van de samenleving. Dus bij plegers had je vooral het gevoel van kijk, wij komen ooit terug in de samenleving en wij willen eigenlijk graag weten hoe een burger over ons denkt en we willen ook graag ons verhaal doen aan een burger. Op die manier creëer je eigenlijk een mini-samenleving in die dialooggroep die voorbereidend kan werken naar de toekomst toe. Van als ik hier uit de gevangenis kom, dan heb je al een eerste kennismaking gehad en dan weet je ergens al misschien voor een stuk wat jou te wachten staat. Ik ben Jan en ik heb een heel aantal jaren gewerkt in de sociale sector. Ik werd op een bepaald moment aangesproken voor het project eigenlijk via een mail. En ja, als burger, nu ik ben ook opa van drie kleinkinderen, dat speelde voor mij wel mee. Het ging over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan. En ja, het is zo'n boutade, maar aan kinderen raak je niet. Ik heb geaarzeld omdat ik dacht, wat kan ik nu betekenen? Maar net vanuit een stuk mijn opa zijn, burger zijn, met vragen zitten rond ja, hoe kom je toch tot perspectief in zo'n situaties, heb ik mij ingeschreven. Het was een voor-intake ook. Om ja, vragen te beantwoorden, een stukje met mij te bekijken, wat verwacht je, wat wil je doen, ja, hoe loopt dat, zo'n samenspraak, zo'n dialoog. Er gaan natuurlijk heel veel dingen door je hoofd. Ik spreek nu over daders, slachtoffers, maar in de groep noemden we elkaar ook met de voornaam. Uiteraard, als je je realiseert wat de impact is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan ben je geneigd om de daders te straffen, de les te lezen, dat ook zeer duidelijk op een of andere manier over te brengen. En dat is in de groep op zichzelf ook wel gebeurd. Maar essentieel en zeer belangrijk is, en daar geloof ik ook voortdurend in, dat is dat je als mens wordt gehoord, gezien, erkend, benaderd. Na afsluiting van de dialooggroep stuurden we kaartjes aan elkaar of gaven we kaartjes aan elkaar. En op een van de kaartjes stond vanwege een dader: bedankt dat je mij als mens hebt willen zien. Op het ogenblik dat je elkaar terug als mens kunt zien, dan kun je met elkaar in dialoog gaan, in gesprek gaan. En dat was de kracht van de groep. Onpartijdigheid, meerzijdig kunnen kijken, kunnen denken, in gesprek gaan en vooral proberen open te luisteren op alle kanten. Je bent een beetje de buitenwacht, zou je kunnen zeggen, zonder dat je oordeelt. En je bent ook niet onmiddellijk emotioneel helemaal in het verhaal meegetrokken. Je kunt er wat meer op afstand naar luisteren, wat niet afstandelijk is. Ten eerste in mijn beeldvorming, ook rond gevangenzetting, wat gevangenzetting al dan niet betekent. Maar vooral ook de veerkracht beluisteren, merken ook. Tegelijkertijd heel erg horen hoe levenslang de impact is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Niet dat ik dat niet wist, maar door de verscheidenheid in verhalen ben ik mij daar veel sterker van bewust geworden. Ik denk, trek ik nu ook veel overtuigender de kaart van gevangenzetting aan zich lost het niet op.
Slachtoffers beamen dat, daders beamen dat, ikzelf beaam dat. Grenzen zijn belangrijk en grenzen trekken op een bepaald ogenblik, bescherming instellen is ontzettend belangrijk. En dat kan op een bepaald ogenblik bijvoorbeeld opsluiting betekenen. Maar als het daarbij blijft, dan worden nog slachtoffers, nog daders daar beter van. Wat mij ook heel erg en meer overtuigend is bijgebleven is, zo'n samenspraakronde kan op zichzelf het herstel tussen daders en slachtoffers niet vervangen. Maar het draagt wel bij tot groei. Het blijft noodzakelijk, en dat hoor je in de verhalen, het appel van slachtoffers, dat zij het eigenlijk zouden kunnen moeten herstellen met de oorspronkelijke dader. Maar dat is helaas niet mogelijk vaak, of er is geen bereidheid aan een van de twee kanten. Maar het blijft wel levenslang een behoefte. Het blijft levenslang van belang om op een of andere manier tot dat herstel te geraken. En samenspraak is daarin een zeer belangrijke tussenstap. Ik ben Anne. Ik ben mama van twee kinderen. Van Katja, dat is de oudste, die is 19 jaar. En van Sophie, dat is de jongste, die was 12 jaar toen dat ze verongelukt is op weg naar school. En sindsdien is ons leven natuurlijk volledig veranderd. Het is van het oude, goede leven naar het nieuwe, moeilijkere leven. Na ongeveer een half jaar heeft de moderator contact met ons opgenomen met de vraag of dat wij het zagen zitten om in contact te komen met de veroorzaker, eigenlijk, dus met die chauffeur. Maar voor mij was dat toen nog veel te vroeg. Ik was daar echt nog niet klaar voor. Je moet daar ook klaar voor zijn, want anders lukt dat gewoon niet. Ik blijf daarmee zitten eigenlijk, met het lijfelijke contact met die chauffeur. Dus ja, via moderator ben ik dan in contact gekomen met samenspraak eigenlijk. Ik heb daar heel lang moeten over nadenken of ik dat wel ging doen of dat ik het ook wel aankon. Ga ik het ook wel mentaal aankunnen. Maar ik heb dan de knoop doorgehakt en ik heb het gedaan. En inderdaad, mijn betrachting was dan, ik wil iemand leren kennen die ongeveer hetzelfde heeft gedaan als de chauffeur. Terwijl van in het begin af aan een hele open groep. Die echt alleen zijn ziel op tafel legt, om het zo maar te zeggen. Dus ik heb er zeker geen spijt van dat ik daar al meegedaan heb. Maar ik ben vertrokken zonder verwachtingen. En dat is ook goed, want ik heb ook niet iemand tegengekomen die iets gelijkaardigs heeft meegemaakt of zo. Dus, maar het heeft mij wel geholpen in mijn verdere verwerking van heel het proces. En ik heb er ook wel een vriendschap aan overgehouden. Hoor. Dus dat is ook heel belangrijk. Met sommigen had ik ook ineens een klik, een band, zoals ze dat zeggen. En dat is eigenlijk heel raar, want dat is dan iemand dat je eigenlijk ook gewoon niet kent, maar die vertelt haar verhaal en je wilt die helpen. Dat was iemand jong en ik voelde me zo, dat moedergevoel kwam boven van ja, maar ik wil je wel helpen. En iedereen wil iedereen raad geven en dat vond ik heel fijn, ook met ideeën aanbrengen en zo, ook mee nadenken, wat kunnen we doen? En dat was eigenlijk een heel fijn gevoel. Ik was vroeger bouwvakker. Sinds mijn ongeval invalide. Ik ben een veroorzaker van een ongeval. Ik heb er jaren achter aan het zoeken geweest. Mensen waar ik mee kon praten over het bijna hetzelfde. Niet hetzelfde, maar ongeveer hetzelfde. Dat ik als veroorzaker enorm veel spijt heb. Dat ik dat elke dag. Dat is niet hoe je met de koop loopt. Je gaat meer naar degene kijken die het overhoop is gereden, niet naar degene die het veroorzaakt deed. Want dat is maar bijzaak. Na moderator ben ik eigenlijk rustiger geworden. We hebben veel antwoorden gevonden die ik eigenlijk nooit had. Die had ik nooit niet gevonden als ik moderator niet had gehad. Die hebben mij eigenlijk de helpende hand gegeven met dat naar de nabestaanden vooral te gaan en dat dat begeleid werd. Dat heeft mij de kracht gegeven vernuchterd te worden. Even niet stil te blijven staan. Het medelijden, zelfmedelijden, ik weet niet hoe dat ik dat moet zeggen. Maar dat heeft mij gewoon de kracht teruggegeven om te zeggen van kijk jong, nee, zo kan het niet, zo mag het niet. Ik ga terug verder en dat heb ik ook gedaan. Als ik moderator niet had gehad, had ik misschien nog in hetzelfde stramien gelopen of in hetzelfde rondeke. Er waren 10 personen. Maar niet iedereen is dat blijven komen. Maar de groep die had overschoot, dat was echt
ja, het was hartverscheurend, maar langs de andere kant ook hartverwarmend. Ik heb er enorm veel aan gehad en ik hoop dat dat nog verder kan gaan. Dat hoop ik. Ik ben Christel en ik werk voor de VZW Moderator, slachtoffer-daderbemiddelaar. Ik doe dit al heel wat jaren en ik zet dus daders en slachtoffers samen rond de tafel om het te hebben over ja, wat dat er gebeurd is en de gevolgen dat dat heeft voor iedereen. Zo ben ik ook gerold in het project Samenspraak, waar we rond drie thema's werken. Mijn interesse ging vooral uit naar het thema radicalisering. Ik heb in het buitenland op congressen en conferenties eigenlijk al wel dikwijls de kans gehad om zowel organisaties, bemiddelaars, maar zelfs slachtoffers en daders die slachtoffer waren van terreur, om die te ontmoeten. En dat heeft altijd heel veel indruk gemaakt op mij. Ik had zoiets van, wauw, als we dat hier in België ook kunnen doen, ja, dat zou voor mij na heel wat jaren zeker een nieuwe uitdaging zijn. Wij zijn daar 2 jaar geleden mee gestart, de eerste stapjes. We hadden totaal geen idee of dat ging lukken. Maar het is ons toch gelukt om een groep samen te krijgen. Toeval heeft ons wat geholpen. We hadden een vraag gekregen van een gedetineerde die contact wou met de moeder van een Syriëstrijder. Ik ben op een congres beland aan tafel met een slachtoffer van een aanslag. Ja, door te vertellen over het project Samenspraak hadden we direct al 2 mensen die geïnteresseerd waren. We hebben dan nog heel bewust gezocht naar andere slachtoffers. Die hebben we niet gevonden. Mensen waren niet geïnteresseerd. Misschien was dit ook nog wel te vroeg. We zijn heel blij, we hebben 2 veroordeelden gevonden, want dat was ook niet evident. Mensen hadden zowel iets van, ja maar ik ben daar niet verantwoordelijk voor, of ga je mij voor de leeuwen gooien. Maar we hebben toch 2 mensen gevonden die met ons proces mee zijn aangegaan. Dus zijn we vorige zomer samengekomen met moeder van een Syriëstrijder, een Marokkaanse burger, een student rechten. We hebben gekozen voor met 2 bemiddelaars te werken, een slachtoffer. En dan zijn we de gevangenis ingetrokken om daar het gesprek aan te gaan met 2 veroordeelden. Jammer genoeg kan ik over die verhalen niet veel vertellen omwille van de privacy van de mensen. Maar wat ik wel kan vertellen is, ja, dat is binnengekomen. En de stiltes waren soms betekenisvoller dan de reacties. Dat heeft mij ontroerd, dat heeft mij geraakt. Het waren verhalen over verdriet, rouw, schuld, racisme, verantwoordelijkheid, maar ook herstel. Ze hebben in ieder geval mij hoop gegeven. Hoop dat het in deze wereld, klinkt cliché, maar toch dat het nog niet om zeep is. Ambitieus ook, ambitieus dat we misschien toch wel een tegenwoord hebben voor radicalisering. En vooral ook heel verwachtingsvol, want we gaan nog een 2e dag samenkomen. We hebben alle deelnemers bereid gevonden om dat te doen. En ik denk dat dat ook nodig is. Die 1e dag, dat is voor het vertrouwen. En de 2e dag kan dan dienen om de moeilijke vragen te stellen, de confrontatie aan te gaan. En het is op die manier dat er dan echt herstel kan komen. Ik ben Lieselot, ik ben 41 jaar oud. Ik woon samen met mijn man Bart in Oostende en we hebben 3 prachtige kinderen samen. Voor moderator, dan stond ik alleen. Ik had heel vaak het gevoel van, dit is iets wat ik alleen moet verwerken. Er is niemand die mij begrijpt. Heel veel mensen proberen je echt wel te begrijpen en staan voor je klaar. Ze proberen het echt, maar het is zo moeilijk. En met moderator ben ik in contact gekomen met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben. En ergens heeft dat toch mij een lichtpuntje gegeven. Van dat ik niet alleen sta eigenlijk. Ook al ken ik die mensen niet, maar wij hebben zo ons verhaal met elkaar kunnen delen eigenlijk. Dat was met een lach, dat was met een traan, dat waren met stilte momenten, dat was met muziek. Maar ergens hadden wij de verbondenheid wel met elkaar. En er is niemand geweest die een steen geworpen heeft van een slachtoffer naar dader of van dader naar een slachtoffer. Niemand eigenlijk. Iedereen luisterde naar elkaar en iedereen liet elkaar ook uitspreken. Dus ergens heeft dat mij wel een stapje vooruit geholpen in mijn verwerking. Ik ben heel blij dat ik bij moderator terechtgekomen ben. Het heeft mij toch wel een stukje vooruit geholpen in mijn leven. Heel vaak, en moderator zegt dat zelf ook, van je bent geen dader, je bent evengoed ook een slachtoffer. Voor mij was het heel moeilijk om dit te aanvaarden, dat ik ook een slachtoffer was. Maar dankzij moderator is dat wel gelukt om het ook een stukje plaats te geven. Ook. En hoe dat mensen ook soms over daders denken. We mogen niet altijd de schuld bij onszelf gaan zoeken. Het was een fractie van een seconde eigenlijk
onoplettendheid dat heel je leven wel verandert. Moest ik dat kunnen, dan zou ik die seconde heel graag terugdraaien. Het is niet zo. Ik moet daar blij leren leven. Ik probeer dat elke dag te doen, met veel ups en downs. Maar ik weet nog heel goed, de laatste sessie met moderator, dat was ook een zeer emotioneel moment. Ik miste ook wel de week daarop dat er geen meer was. Hey, anders zaten we 2 uur, 3 uur eigenlijk te praten met elkaar. En dan de tijd verloren we zelfs uit het oog. Het was echt wel aangenaam. Dus ja, voor mij is het echt wel een positieve punt geweest. Dus ik ben Astrid, ik ben 28 jaar. Ik ben geboren en getogen in Brugge. Ik heb dus deelgenomen aan de gespreksgroepen van Samenspraak. Ik ben zelf slachtoffer van een auto-ongeval. Ik vind dat een beetje een vies woord zelf eigenlijk om te gebruiken. Ik gebruik dat niet zo graag. Een beetje de connotatie die eraan vasthangt. Fractie van een seconde dacht ik, die mensen te dicht. Dat kan niet. Wat is er hier aan het gebeuren? Heb ik nu een accident of wat is dat hier nu? En dus, ja, dat is allemaal in fracties van seconden gebeurd. Ik heb dat heel intens beleefd. Ik heb elke seconde heb ik meegemaakt. Ik ben van de eerste keer in een enorme vechtmodus gegaan. En ik heb gedacht, ik wil hier leven, ik wil hieruit komen. Ik heb een immense impact gevoeld. Ik voelde mezelf in mijn gordel getrokken worden. Ik zag links van mij die motar weggecatapulteerd worden. Op een bepaald moment wist ik niet meer wat is voor, wat is achter, waar ben ik, wat moet ik doen, ga ik doodgaan. Ik voelde heel veel pijn overal, impact, wat dan ook. Het accident was in juli en ik heb dat pas in januari te weten gekomen wat er effectief gebeurd was aan de hand van het parketverslag. Wat ik dus verschrikkelijk vind dat dat zo lang heeft geduurd. Want in die 6 maanden vraag je je alles af. Heb ik geremd? Is die motaar tegen mij gereden omdat ik geremd heb? Heb ik een manoeuvre gedaan of wat dan ook? Waardoor dat ben ik een fout? En dan ben ik op zoek gegaan, heb zo wat VZW's. Maar heel vaak is dat mijn heel specifiek doel. Dus had ik dan op Facebook ook even zeer gevolgd. En daar kwam er een oproep van Samenspraak op de Facebookgroep. En dan dacht ik, ja, dat is wat ik zoek. Ik vond het ook heel belangrijk. Ik wilde heel graag mijn veroorzaker in de groep zitten, omdat ik kan niks meer vragen aan die motar. Ik heb daar 1001 vragen voor, ik kan dat niet stellen aan hem. Omdat ik zelf iets zocht naar, ik wil met mensen spreken die in ieder geval meegemaakt hebben. Is dat nu een veroorzaker, een nabestaande, maakt me niet uit. Ik kon daar bij mijn omgeving niet helemaal mee terecht, omdat niemand dat echt begrijpt. Samenspraak heeft veel voor mij gedaan in de zin van ten eerste mijn verhaal een keer te doen. Ik heb heel veel in mijn omgeving gehoord. Als ik mijn verhaal vertelde, of dat niet per se gehoord in die bewoording, maar wel dat gevoel gekregen van dat is nu al zo lang geleden, gaat daar een keer mee voort, jong. Om je verhaal te kunnen doen aan mensen die dat heel goed weten, dat dat niet zomaar gaat, dat je niet in een vingerknip in één keer dat achter je kan laten. Op een bepaald moment herinner ik me heel goed, moesten we in de ruimte een opdracht doen en je moest jezelf positioneren waar je was. En dat heeft mij wel heel erg geholpen met voor mezelf in kaart te brengen van wat heb ik nodig om tot herstel te komen. Of wat heb ik nodig om die volgende stappen te kunnen zetten. En dat heeft mij echt, op die 5 keer dat we elkaar gezien hebben, heb ik echt stappen vooruit gezet. En gewoon heb je een groep waarop je kan terugvallen. Ik zie hier vandaag ook 2 andere deelnemers. Heb daar iets mee dat je niet met andere mensen hebt. Je kunt dat niet uitleggen. Dat zijn mensen die je zonder veel woorden verstaan. De kijk op veroorzakers heeft mij niet echt zo heel erg veranderd. Ik ben nooit kwaad geweest op die man. Ik geloof ook dat hij dat om bepaalde redenen gedaan heeft, dat hij daar niet bij stilgestaan heeft wat de gevolgen waren van zijn acties. Ik heb dat wel wat moeilijk met die stempels. Ik heb dat moeilijk met mijn stempel als slachtoffer. Ik heb dat moeilijk met mijn stempel als veroorzaker. Dat vind ik al mooier dan een dader of zo. Kan ik ook even goed nu subiet naar huis rijden en veroorzaker worden van een ongeval dat ik helemaal niet wilde. Dat is een bepaald risico dat je neemt als je in het verkeer stapt en je weet dat. En, ja. Ik heb het wel heel moeilijk met mensen die bepaalde dingen doen. Zoals bijvoorbeeld die motaar, heel snel rijden, op een veel te drukke baan, mensen voorbij steken. Dat zijn dingen die mij ook nog steeds triggeren. Ik ben zelf ook heel bang om voorbij te steken. En dat vind ik wel moeilijk, omdat je moet weten dat uw actie gevolgen heeft voor andere mensen. Hij heeft mijn leven letterlijk gewoon keihard op zijn kop gezet. En een heel andere richting uitgeduwd die ik niet per se voor ogen had. Ik stond op het moment van mijn accident klaar om een appartement te kopen, om voor te gaan met mijn leven, om misschien aan kindjes te beginnen. En dat is allemaal keihard op pauze geduwd geweest. Met de financiële steun van de Vlaamse gemeenschap hebben we het project Samenspraak
kunnen uitbouwen samen met een hele groep van professionele partnerorganisaties en lotgenotengroepen. Zij namen deel aan inspiratievergaderingen, feedbackgroepen en zij traden zelf op als co-begeleider van dialooggroepen. Iedereen bracht expertise in, keek vanuit zijn eigen perspectief, we leerden van elkaar. En dit was ook een mooie kans om al die partners nog meer vertrouwd te maken met herstelgericht werken. Ik kwam tot het besef dat er nog zoveel goeds is dat ik in deze wereld kan doen. Ik was ook verbaasd dat heel veel slachtoffers eigenlijk niet achter het idee staan van daders te straffen om zomaar te straffen, maar eerder om daders te gaan begeleiden in therapie, zodat herval ook voorkomen kan worden. Dat is heel belangrijk naar slachtoffers toe, dat geeft hen een geruststelling en een vorm van veiligheid. Ik ben moderator heel dankbaar dat ik dit onderzoek mag doen, omdat in mijn onderzoek zijn vaak heel veel zaken toch eerder aan de negatieve kant. Maar dit onderzoek brengt echt voor mij heel veel hoop, hoop voor de toekomst. Ik geloof echt dat dit een werkbaar alternatief kan zijn voor de toekomst ook. En dat er meer moet op ingezet worden, dat we ook meer onderzoek moeten doen naar wat de waarde is van dialooggroepen zoals Samenspraak. En kortom, ik vond dat eigenlijk voor mijn analyse al, maar ik vind dat na mijn analyse nog veel meer. Dat we als maatschappij een ethische plicht hebben om dit soort onderzoek te steunen. Willen we een veiliger samenleving, een humane samenleving? En willen we een samenleving waar er echt geluisterd wordt naar slachtoffers? En waar we echt willen werken aan rehabilitatie van veroorzakers, plegers en daders? Samenspraak ging niet over spreken over, maar spreken met. Een veilig kader en vanaf de eerste samenkomst die toon gezet. Het ging niet over oordelen of veronderstel. Ieder nam de verantwoordelijkheid voor zijn eigen herstel. In dialoog en niet in strijd. Krachtige kwetsbaarheid. Zo, tot zover onze videomontage. We hopen dat jullie er alles goed hebben kunnen beluisteren en bekijken. Zoals afgesproken komen we nu met het kortere interactieve stukje. We zullen zo dadelijk de QR-code tonen. Dus pak allemaal jullie gsm's, jullie smartphones. Scan de QR-code die zo dadelijk in beeld komt. En geef ons jouw woord die de essentie weergeeft van wat je eigenlijk net gezien, gehoord, gevoeld hebt. Zoals afgesproken komen we nu nog even kort... Gaan we nu nog even kort in gesprek met een aantal mensen die je ook zo net al in de getuigenissen hebt gehoord. De eerste waarmee we in gesprek gaan, en die heb je niet gehoord, dat is mijn collega Hilde van Lommel. Zij is bemiddelaar in onze bemiddelingsdienst in Antwerpen en zij heeft een van de dialooggroepen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag begeleid, samen met Ellen. Hilde? Dit allemaal bekijkend, al die ervaringen gehad en gevoeld, wat roept dat nu eigenlijk bij jou op? Wat heeft jou verbaasd? Wat heeft jou geraakt? Wat zijn de dingen die voor jou daarin naar boven komen? Goh, eigenlijk heel die documentaire hier, die bevestigt voor mij dat herstel heel diepgaand is geweest. Niet alleen in de groep die ik heb begeleid, dus ik was enkel betrokken rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook rond de andere thema's. En uiteindelijk, voordat we met het project starten, dan geloofde ik er wel in. Ik geloofde wel dat dossieroverstijgend herstel mogelijk was, dat die dialooggroepen gingen werken, maar dat het zo diepgaand zou zijn, dat herstel, dat had ik eigenlijk nooit kunnen dromen. Dus dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijke conclusie. Dossieroverstijgend herstel werkt. En niet alleen in de vorm van een dialooggroep, maar even hoe denk ik dat we kunnen gaan uitzoeken hoe dat mensen die niet gerelateerd zijn aan elkaar ook één-één, in een één-één contact met elkaar verdere stappen kunnen zetten in herstel.
Wat is voor jou het grote verschil van wat dat we in onze bemiddelingen, in onze slachtofferdaderbemiddelingen doen en wat dat we hier, dat je hier hebt zien gebeuren in die dialooggroepen? Ja. Uiteindelijk in mijn bemiddeling is de gemeenschappelijkheid er, want het zijn dezelfde feiten, ze zijn betrokken bij dezelfde feiten, dus weet je dat daar eigenlijk op dat vlak heel veel gemeenschappelijkheid te vinden is, ook rond de thema's die besproken worden. Terwijl nu in de groep zijn we zelf op zoek gegaan naar thema's die verbindend konden werken. Dat zijn dan enerzijds is er de verhaalvertelling geweest, anderzijds ook de emotie daarbij horen, het thema verantwoordelijkheid, het thema herstel. En er is ook gebleken dat dat heel verbindend is, dat dat heel herkenbaar is voor alle mensen, ook al kennen ze elkaar niet. Er is dossier overstijgend en daar vinden mensen elkaar in. Mm-hmm. Dus voor mij is het echt een waardig alternatief voor een bemiddeling. Ik geloof nog altijd heel sterk in een rechtstreeks herstel. Als je dat kan, met je eigen dader, met je eigen slachtoffer in contact komen, dan heeft dat heel veel waarde. Maar soms lukt het niet, of soms geeft het niet de voldoening die je gezocht had. En dan is zo'n dialooggroep of een niet gerelateerd contact heel, heel waardevol als alternatief. Een groot verschilpunt in deze is ook dat er burgers betrokken waren in deze dialooggroepen. Mm-hmm. Hoe voelde dat aan? Of welke input brengen zij extra in vergelijking met wat we in de bemiddeling zien gebeuren? Ik heb gemerkt dat de burgers in onze groep dat die zich vooral ook heel persoonlijk eigenlijk hebben geëngageerd. Dus die zaten er niet bij als een soort van getuige, maar die zaten er echt bij als persoon. Die hebben hun persoonlijk verhaal verteld. En dat maakt ook dat ook zij mee in proces zijn gegaan. Niet alleen als toeschouwer, maar echt als betrokkenen. Anderzijds zijn zij ook er heel sterk in geweest om eigenlijk mee te faciliteren. Mm-hmm. Dus ik merk ook uit een eerder project dat we hadden, Peacemaking Circles, ook daar heb ik ervaren dat burgers die zo'n rol innemen, dat die echt ook goed vervullen, dat die in staat zijn om mee te bewegen, zowel met daderkant als met slachtofferkant. Dus ik herinner me echt momenten van tijdens de groep dat de burgers, op het moment dat er bijvoorbeeld minder begrip was voor een uitspraak van een dader, dat de burgers eigenlijk zochten om daar terug wat meer connectie te maken. En even ook naar de slachtofferkant, dat zij interventies deden die eigenlijk leiden tot meer erkenning, tot meer begrip aan beide kanten. Een slotvraag voor jou. Mm-hmm. We hebben dit project opgevat vanuit een samenwerking met heel veel partners, met samenwerkingspartners. Kan je daar nog iets over vertellen? Ja. Dat was voor mij ook een enorme meerwaarde, dat we het niet alleen hebben vormgegeven, maar echt in interactie met een heel aantal experts, zowel langs daderkant, langs slachtofferkant. En dus dat was eigenlijk een vorm van wisselleren. Dus die bijeenkomst, we noemden dat het inspiratieoverleg, die zijn ook echt inspirerend geweest. En ik geloof niet alleen voor ons, maar echt voor alle betrokken expertises. En dat heeft gemaakt dat de dialooggroepen zijn geworden wat ze zijn. Niet alleen qua methodiek, maar ook qua visie. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een vorm geweest van wisselleren die sowieso, denk ik, ook blijvend effect gaat hebben bij alle betrokken organisaties. Oké, dankjewel Hilde. Zoals afgesproken hebben we ook nog twee slachtoffergetuigen, Anne en Daisy, laten we nog even aan het woord. En daarna komen we ook nog bij burger Jan, die ook deelgenomen heeft en die misschien nog iets meer kan vertellen over wat ik zo net al even bij Hilde aftoetste. Anne, we proberen jou in beeld te krijgen. Eens dat zover is, dan zou ik het fijn vinden om nog even kort een vraag aan jou voor te leggen. Ik zal ze misschien al even toelichten. We hebben daar juist jouw krachtige getuigenis, jouw bijzondere getuigenis als nabestaande in een verkeersongeval gehoord. Je hebt ons al ook een stukje toegelicht wat die dialooggroepen voor jou betekend hebben. Op welke manier ervaar jij nu een verandering in jouw leven voordat je eigenlijk in die dialooggroep bent ingestapt? Hè? Je hebt gezegd dat je daarvoor al een heel traject, ook een hele zoektocht hebt afgelegd. Op welke manier ervaar jij een verandering in je leven voor de dialooggroep en na de dialooggroep? Ja, ik had al gezegd dat het voor mij heel moeilijk was om deel te nemen, omdat ik ook niet wist of dat het mentaal ging. Maar zoals gezegd, dat was eigenlijk heel goed meegevallen. Ook omdat de groep heel hecht was op den duur en dat we echt heel open gesprekken hadden. Er was respect naar elkaar toe. Nu, ik heb er niet echt uitgehaald waarnaar ik op zoek was. Dus iemand die ongeveer iets gelijkaardigs heeft meegemaakt. Maar ik heb er wel veel andere dingen kunnen uithalen die mij ook wel zeer hard
geholpen hebben bij de verdere verwerking van heel het proces. En er is ook nu nog iemand waar ik nu nog contact mee heb en die ik zeker nog regelmatig ga zien, denk ik. Dus de hulp die is aangeboden, heb ik zeker ook aanvaard. En dat is eigenlijk het mooie aan heel het verhaal ook. Je leert andere mensen kennen en die kunnen jou wel helpen. Ja. Hoor ik je dan zeggen dat die zoektocht naar iemand die iets gelijkaardigs heeft beleefd, dat een stukje blijft, heeft het ook impact gehad op hoe jij naar je eigen verhaal, naar wat er in jouw leven gebeurt, dus hoe je daar naar kijkt? Ja, bij mij blijft het eigenlijk hetzelfde. Ik wil de veroorzaker wil ik echt wel ontmoeten. En tot nu toe is dat nog altijd niet gebeurd. Maar ik blijf ervoor gaan. Ook al wil hij op dit moment niet, misschien is het dan volgend jaar of binnen 2 jaar. Maar dat is nog altijd mijn betrachting om die te ontmoeten. Oké, dankjewel. Misschien nog een slotvraagje, die ga ik proberen aan de deskundigen nog even te stellen. Welk moment in de video die je net bekeken hebt, heeft jou het meest gepakt? Of is er zoiets dat voor jou naar boven komt dat jou het meest beroerd heeft? Hetgeen ik eigenlijk in heel de video hoor, is de samenhorigheid, het respect naar elkaar toe, zowel veroorzaker als slachtoffer, als burger, als medewerkers. Het is een enorm respect en een bereidwilligheid om te praten naar elkaar toe. En dat is mij enorm opgevallen. En dat heeft mij ook wel gepakt, want het kan nog. En dat was ik ook een beetje verloren. Het vertrouwen in de mensen was ik ook verloren. Naar verloop van tijd toe. Omdat je moet echt gigantisch veel doen. Je moet vechten, vechten, vechten. Altijd maar vechten. En nu kwam het zo op een schooltje naar jou toe. Het was precies een wolkje. Daar leef je op. En het was een samenhorigheid die een ongelooflijk gevoel geeft ook. Ja. Doet het ook voor ons natuurlijk als begeleiders en als organisators van die dialooggroep ons veel plezier. Bedankt, Anne, voor jouw bereidheid om enerzijds mee te doen in die dialooggroepen en anderzijds om ook jouw ervaringen en jouw visie nog eventjes met ons te delen. Ja. Bedankt. We gaan over naar Daisy. Daisy, jij bent ook betrokken geweest. We hebben jou daar juist ook al goed kunnen beluisteren. Een heel krachtige getuigenis, vind ik zelf, wat je ons vertelt. Hè, als slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag heb jij meegedaan in de dialooggroepen. Kan je ons ook eens nu na het bekijken van heel de video vertellen wat jou het meest gepakt heeft of wat jou het meest bijblijft? Ja, ik vind het best spannend om te spreken. En wat dat mij pakt is eigenlijk wat ik bij mezelf merk doorheen heel deze online ervaring. Bij het begin en bij de technische problemen merkte ik dat ik heel geraakt was door het feit dat ik heel veel schrik voelde van wat als de boodschap verloren gaat. En dat het mij nu zoveel deugd doet om te zien dat er nog altijd meer dan 180 mensen aan het luisteren en aan het volgen zijn. En ondanks die frustraties van in het begin misschien hier ook het thema net zo belangrijk vinden als dat ik het vind. Het raakt mij ook omdat ik ben zelf een bemiddelaar en ik ben zelf een criminologe. Dus de concepten waar we het over hebben, heb ik vanuit mijn afstand wel al ervaren. Maar om hier vandaag met mijn persoonlijk verhaal te komen, voelt een beetje als een coming out. Dus dat is best spannend. Maar tegelijkertijd ervaar ik nu wat dat ik eigenlijk ook doorheen de dialooggroep zo sterk ervaren heb. Zo de veiligheid en het kader en het begrip en het menselijke waar zoveel ruimte voor is, dat het daardoor heel gemakkelijk wordt om de menselijkheid in elkaar te willen zien en te willen begrijpen. Wat mij ook heel sterk raakt, is wat dat ook tijdens die dialooggroepjes gebeurt en nu vandaag weer gebeurt, zo de impact die verhalen hebben op elkaar. En hoe dat, als je verhalen samenbrengt, hoe dat die dan meer worden dan de som der delen. Hoe dat die eigenlijk elkaar verrijken en verbreden. En dat heeft mij heel veel gebracht in mijn eigen proces. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik mee op een barricade wil gaan staan voor het feit dat wij andere dingen nodig hebben in ons strafrecht. En dat strafrecht en herstelrecht veel meer
samen zouden moeten gaan en veel meer allebei als essentieel onderdeel zouden gezien moeten worden van onze maatschappelijke reactie. En het geeft mij heel veel hoop dat zoveel mensen hier vandaag met die insteek ook mee naar kijken en naar luisteren. Dus ik ben heel dankbaar dat ik er deel van uit mag maken. Wij zijn super dankbaar dat jij zo'n mooie boodschap hier met ons ook wilt delen. Het steekt ook ons een hart onder de riem dat je alles wat je vertelt en de kracht die het uitstraalt en het pleidooi dat we samen voeren voor dat herstelrecht, hè, dat complementair aan dat strafrecht, toch veel meerwaarde kan brengen. Misschien nog een slotvraag voor jou, Daisy. Heeft heel deze ervaring iets veranderd in hoe jij je verhoudt ten aanzien van je eigen verhaal en de betrokkenen daarin? Ik verhoud me heel anders ten opzichte van mijn eigen verhaal, zeker. En ook naar mijn betrokkenen. Ik was heel nieuwsgierig naar wat de impact is op een dader van seksueel grensoverschrijdend gedrag of een pleger. En ik heb daar zicht op gekregen en antwoorden op gekregen. Maar ik heb ook zoveel antwoorden gekregen op vragen waarvan ik niet wist dat ik ze had. En in die zin heeft het mij ook heel erg verrijkt. En hoop ik ook echt oprecht dat andere betrokkenen, zowel slachtoffers als daders, als burgers, ook in de toekomst mogen deelnemen aan zo'n mooi, verbindend en menselijk project. Dankjewel, dat zijn mooie woorden om dit stukje af te sluiten, Daisy. Bedankt nogmaals vanuit heel onze organisatie voor alles wat je tot nu toe al voor die dialooggroepen hebt gedaan. Schakelen nog even kort over naar Jan. Jan zag je daar juist ook in de videomontage. Jan heeft als burger deelgenomen aan de dialooggroep rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft al heel mooi uitgelegd van waaruit hij zich aangesproken voelde, vanuit welke rol hij zich daar gemanifesteerd heeft. Hij, als burger ben je eigenlijk een beetje het gezicht en het hart die toont dat de samenleving ook een stukje zorg en betrokkenheid ook voor deze moeilijke thema's op wil nemen en die zich een stukje mee ook wil manifesteren ten aanzien van slachtoffers en daders. Jan, kan je ons enerzijds misschien nog heel kort vertellen wat het voor jou betekend heeft, maar ook hoe je dat precies gedaan hebt, hoe je precies in die, hè, je hebt het zelf, die meerzijdig partijdige positionering, hoe is het gelukt voor jou om op die stoel te gaan zitten? Want dat lijkt me toch geen evident. Nee, het was niet zo makkelijk. De aarzeling vooraf was er zeker. Je moet er eigenlijk een stukje klaar voor geraken. En het voorbereidingsgesprek heeft daar voor mij heel veel betekenis in gehad. Met een van de begeleidsters, met Ellen. Omdat daar voor mij duidelijk werd, zo, waarover gaat het, hoe gaat het verlopen, en mijn verwachtingen ook een stukje konden afgetoetst worden. Maar ik tegelijkertijd ook een stukje werd aangesproken op thema daders, slachtoffers en zeker het grensoverschrijdende gedrag. Dus het is eigenlijk groei. Nu, het moment dat je start, is het open. Hè? En eigenlijk, heel belangrijk, denk dat als je als burger mee instapt, dat je het voornemen hebt echt open te willen luisteren, open te staan. Ik kreeg ook de vraag, ik heb het ook in de video beantwoord, kun je daar onbevooroordeeld instappen? Nee, hè? Je hebt een beeld, je hebt een idee, je hebt eigen ervaringen. Maar eigenlijk in het eerste gesprek veranderde dat al. Wij kregen bijvoorbeeld de mogelijkheid om met elkaar wat in gesprek te gaan, één op één, aan de hand van tekeningen, van foto's die er lagen. En ik heb het ook in de getuigenis verteld, ik heb 3 kleinkinderen, was zo een van de redenen om erin te stappen. En ik had een foto genomen van kinderen. En ik ging in gesprek met iemand die er als dader bij was. We hebben elkaar uiteraard met de voornaam verder aangesproken in de groep. En ik vertelde waarom ik die foto gekozen had. Hij werd stil en hij begon een stuk zijn eigen verhaal te vertellen aan de hand van zijn foto. En hij vertelde over wat er gebeurd was, wat dat met hem deed, hoe hem dat bezighield. En er kwam daar een klik en het woord is hier heel dikwijls gevallen, verbinding, hoop. Dat heb ik heel erg gemerkt in de dialooggroep, daar ben ik ook voor willen gaan. Dat was ook mijn verwachting en dat is er uiteindelijk ook heel sterk in naar voren gekomen. Hoop dat het anders kan, dat de verandering mogelijk is. Daisy heeft het ook verteld er straks nog in haar getuigenis. Er zijn mogelijkheden, er zijn dingen die veranderen, die anders kunnen gaan. Het tweede stukje is zo, wat voor mij confronterend was, het ging door in de gevangenis. We waren met z'n tienen
Op het einde stapten wij met 7 naar buiten. 3 mensen, daders, bleven daar. En op dat ogenblik is die samenleving daar. Er is daar een oordeel geveld. Zij zijn opgesloten. Maar die opsluiting heeft uiteraard ook ontzettend veel impact. Dat kwam ook in de verhalen dan sterk naar voren. En dat willen en kunnen beluisteren, toelaten, soms versterken. Wat Hilde daar straks ook zei. Bijvoorbeeld op het ogenblik dat wij de verhalen deden, zit iedereen heel sterk in zijn beleving, zijn ervaring, zijn emotie. En als burger kun je een beetje meer op afstand, wat niet afstandelijk is, luisteren. En daar dan helpen die verbinding toch weer een stukje op gang te trekken. Wat te versterken is heel belangrijk. Ook het mens kunnen zijn, dat voor daders heel erg naar voren kwam. Zo dat zij als mens gehoord, beluisterd, een stuk er mogen zijn. En dat maakt dialoog mogelijk. En dialoog is eigenlijk de basis van alles. We hebben ook een paar keer in de groep zo gezegd, want het was aftast ook voor de begeleiders. Wat doen we hier? Hoe gaan we hiermee verder? Wat kan er nu gebeuren tussen ons? Op welke manier pakken we het verder aan? En dan hebben wij nogal dikwijls gezegd van, we weten waarvoor we hier zijn. Als we het aankunnen, als we de veiligheid voelen, kunnen we hierover in gesprek gaan. Er was een soort vrijruimte. En die kun je als burger mee opbouwen, mee een stukje versterken. Vrij ruimte om te praten, wat niet vrijblijvend is. Want als burger breng je die buitenwacht een stukje mee binnen. Dat hoorde je ook op de kant van de daders. Maar het is in de connectie, in de verbinding, in de verzameling van die verhalen, dat voelen, soms ook de stiltes die er waren, de blikken naar elkaar, naast elkaar gaan staan. We hebben ook met muziek gewerkt, waar dan geen taal te pas komt. We hebben op het einde, een van de laatste sessie, hebben we dingen uitgebeeld naar elkaar. Maar het is eigenlijk altijd die verbinding, die connectie, die dragend werd. En waar ik denk dat je als burger, als je bereid bent om ermee in te stappen, een eigen plek, een eigen plaats kan hebben. Misschien een daar laatste... Jan, heb je nog een boodschap als jij hebt als burger deelgenomen? Heb je nog een boodschap naar potentieel andere kandidaat-burgers om hier aan deel te nemen? We lezen in de chat bijvoorbeeld dat er mensen zijn die vragen van kan ik mij ook nog kandidaat stellen om als burger deel te nemen? Heb jij nog iets dat je aan hen wil meegeven? Als je eraan denkt, doe het. Doe het. Misschien... Iets dat ik toch nog wil meegeven is, Hilde zei daarnet ook, in de groep heeft iedereen verhaal gebracht. Ik denk niet dat je erin stapt louter als burger, zoals buitenstaander. Op een of andere manier heb je connectie met het thema, uit betrokkenheid, mogelijk uit eigen dingen die je hebt meegemaakt. Ik ben zelf ook 63 jaar, ik sta al lang in het leven. Dus je komt zelf ook wel met een stuk verhaal, met een stuk eigen leven binnen in zo'n groep. En dat kan en dat mag. Hè? En dat wordt ook goed begeleid. Belangrijk is dat, en dat is de afweging die je in een voorbereidend gesprek ook maakt, dat je een stukje zelf klaar moet zijn met eventuele trauma's of pijn. Hè? Je moet in staat zijn op dat ogenblik om van eigen pijn voldoende ver weg te kunnen blijven. Hè? Om net in die middenpositie, in die verbindende positie, in een stuk dat bemiddelen mee te kunnen staan en blijven. Maar daarvoor zijn de voorgesprekken. Dit wordt zorgvuldig opgenomen en voorbereid en ook in de loop van de sessies zeer zorgvuldig begeleid. Dus doen, zou ik zeggen. Doen. Misschien ook een korte slotvraag, Jan. Wat dat we in onze praktijk heel vaak zien, is dat slachtoffers, daders, mensen die betrokken zijn, eigenlijk een nood voelen om aan de slag te gaan met die dialoog, met hun vragen, met hun noden, met hun kwaadheid soms. Maar dat voor de context van de mensen daar rond niet altijd even evident is. Voor de familie, voor de vrienden. Het interesseert me eigenlijk, hoe was dat voor jou? Als je vertelde aan jouw gezin of aan de mensen rondom jou, ik ga dit doen, hoe waren die reacties? Heel nabij, zeer begripvol. Mijn echtgenoot weet uiteraard wat ik deed. Ik had met haar dat ook besproken. Zeer begripvol. Het contrast daartegenover is de ruimere omgeving. De buitenwacht, zou je kunnen zeggen. Waar heel dikwijls wordt gezegd, jammer. Iemand die seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd, die hoort toch in de gevangenis, punt aan de lijn, straffen.
Dat is een contrast dat mij toch heel erg triggert. Ook een van mijn motieven om erin te stappen, omdat ik dat ook niet geloof. Ik wil zeker niet zo rechtlijnig denken. We hebben het gehad over gevangenzetting. Dat op zich verandert niets. Leidt niet tot verandering of tot verbetering, zou je kunnen zeggen. Maar dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, dat je op die buitenwacht voortdurend ook daar wordt aangesproken. Maar net dat is de kracht, net dat, want dat is wat ik zelf ook nog heel erg geleerd heb in de groep, net die hoop is daar nog versterkt. Dat geloof in herstel, rechten, bemiddeling, in gesprek, in dialoog. En dat kun je uitdragen, dat ga je uitdragen. Goed, dankjewel Jan voor jouw duidelijke, jouw kracht bijgezette woorden. Dat doet ons ook veel deugd. Bedankt voor die bijdrage. We lezen in de chat vragen rond deelname naar de toekomst toe. Het is op dit moment nog niet helemaal duidelijk of we ermee verder kunnen gaan. Daar zullen we nog met onze overheid en dergelijke nog wat moeten rond onderhandelen. We hopen het alleszins heel sterk en we zullen hierover ook in de toekomst blijven communiceren via de kanalen, onze website, onze nieuwsflash, onze sociale mediakanalen. Daar kan je zeker meer informatie vinden. Goed, we gaan stilaan naar het einde. We zien dat het aantal deelnemers ook stilaan aan het afhaken is, aan het verminderen is. We tonen zoals beloofd nog heel even de woordwolk. En met die woordwolk neem ik ook graag afscheid van jullie. Bedankt voor jullie aandacht, voor jullie interesse, voor jullie geduld ook. Bedankt voor jullie vergevingsgezindheid naar de kleine foutjes of technische probleempjes die we gehad hebben. We leren hier met z'n allen weer uit en hopelijk kunnen we dit een volgende keer opnieuw doen en misschien weer een stapje vooruit zetten. Bedankt allemaal, tot een volgende keer. En ja, hou de herstelgedachten levende. Salut.